Mama, toch? Mama? Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en ik sta heel even in de kamer van Nela, want het is eigenlijk overal in huis super donker, behalve hier, omdat de zon aan deze kant een beetje opkomt. Dus ik start mijn vlog even in de kamer van mijn kleine boefje die nu naar de crèche is. As we speak, ik heb haar vanochtend vroeg gebracht, rond een uurtje of 8:30. Ik ga jullie heel even updaten, want ik ben de afgelopen dagen niet echt actief geweest. Als in, ik heb niet gevlogd. Vorige week zijn natuurlijk wel gewoon normale video's online gekomen en ik heb wel één vlog volgens mij. Maar jullie vroegen al op Instagram, waar blijft er weer een nieuwe vlog? En die komt dus vandaag, als jullie kijken, dus vrijdag online. Even een update van afgelopen weekend. Want toen was ik eigenlijk ook van plan om te gaan vloggen. Maar achteraf niet meer gedaan. Omdat Nela zaterdag met ons naar het ziekenhuis ging. Zij had opeens koorts. En het ging echt van 39,3 naar 39,9 in een hele korte tijd. Dus ik was een beetje bang. Want ze begon ook heel zwaar te ademen. Dus Dwayne was toen bij een fotoshoot in Amsterdam. Toen heb ik hem gezegd van weet je, ik ga toch even de huisartsenpost bellen. En vragen of ik eventueel terecht kan. En dat kon. Ik kon bij het ziekenhuis terecht. Daar heb je nog de huisartsenpost. En daar was het redelijk rustig. Dus om 3 uur ging die kant op. En toen bleek dus dat ze bronchitis heeft. Wat ik eigenlijk ook wel dacht. Omdat ze heel zwaar ademt. Ze heeft echt een soort van geluidje in haar longen. Vooral wanneer haar weerstand heel laag is. Wanneer ze ziek is. Dus nu was ze dus echt ziek. En toen had ze dat geluidje weer. Hebben we antibiotica voor gekregen. Dus dat is eigenlijk allemaal goed gekomen achteraf. Maar die dag erna was ze ook weer beter. En toen ben ik eigenlijk gewoon de hele dag met haar lekker wezen chillen. En ik heb de zolder toen geverfd. Waar ik ook ineens heel veel zin in had. In een soort van opwelling met een nichtje van Dwayne gedaan. En dat ga ik jullie straks ook even laten zien. Dus dat was eigenlijk een beetje hoe ons weekend eruit zag. En om heel eerlijk te zijn had ik gewoon lekker even geen behoefte om mijn camera daarbij te pakken. Dus dat ja, is even een soort van samenvatting voor jullie. Nu net heb ik mijn haar even gewassen met zilver shampoo. Dus vandaar dat het ook wat grijziger is. Misschien in de punten ook. Ik dacht, ja, ik doe even een soort van opfrisbeurt. En dat werkt altijd heel goed met zilver shampoo. En nog even een update voor morgen. De eerstvolgende vlog, dat zal zijn in een ander land. En dat zie je allemaal in de volgende video. Ik ga jullie niet verklappen waar ik naartoe ga. Maar ik ga zonder Dwayne, zonder Nela naar een bestemming. Samen met mijn manager, Lisette. Heel veel zin in, maar ook wel heel erg pittig. Omdat ik nog nooit zo lang zonder Nela ben geweest. En dat is echt 5 dagen. En nu schiet ik al bijna vol als ik het erover heb. Dus ik denk echt dat ik op het vliegveld zit te janken morgen. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om even naar de zon te gaan. En het wordt echt een werktripje. Dus vooral veel foto's schieten, vloggen voor jullie natuurlijk. En dat wordt echt heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd of jullie het kunnen raden waar we naartoe gaan. Laat het even achter in de comments. Wat hopen jullie? Misschien hebben jullie wel een bepaalde bestemming waar jullie naartoe willen. En dat jullie het leuk vinden dat ik er nu naartoe ga. Maar als je me nog niet volgt trouwens op Instagram. Daar zal ik natuurlijk eerder wat posten. Dus als je daarvoor wil zijn. Dus eerder wil weten waar ik naartoe ga. Dan moet je me even volgen op Instagram. En dat is gewoon letterlijk Manon Tilstra. En nu wordt mijn arm lam. Dus ik ga even naar beneden wat eten. En dan ga ik jullie straks de zolder laten zien wat we allemaal hebben veranderd. En dit is trouwens wat ik vandaag aan heb. Voor degenen die dat willen weten. Shirtje van Reprimandé. Echt super fijn zit die. Een heel comfortabel stofje. En ook echt goede kwaliteit. En dan heb ik een ketting om van de Mango. En een flared broek. Die is van, ik dacht Forever 21. Echt super leuk. Zo'n bordeauxkleurige broek met zo'n velvet stof. En dan van die ribbels. I like. En daar hebben we Nissa. Hey, Dickie. En ik ga nu beneden even wat eten. En de trouwe kijkers die mij echt al wat langere tijd volgen, die weten dat ik een tijd terug met Dwayne de vliering hier had laten maken op zolder. Omdat, ja, we hadden natuurlijk wel al heel veel ruimte op zolder, maar we merkten dat alles een beetje gepropt was op deze verdieping. Dus nu zit er dan nog een verdieping bovenop waar we gewoon echt alles shitzooi kunnen dumpen. Dus spullen die we niet gebruiken, winter- of zomerspullen kunnen dan gewoon daar leggen wat we niet nodig hebben. Extra dekbedden, logeerspul, dat ligt allemaal dus nu daar. En dit heb ik geverfd afgelopen weekend met het nichtje van Dwayne. Want het was dus een beetje een natuurlijke houtkleur. Maar ik wil het gewoon allemaal wit hebben. De vloer wordt ook nog wit gemaakt. Dus dat is echt nog een projectje hier op zolder. Maar ik ga het jullie gelijk even laten zien. Want ik ben heel blij met hoe het er nu uitziet so far. Het is nog lang niet af. Want daar komen dus nog wandkasten. Daar komen nog wandkasten. Er komen nog spots hierboven. Dus er is nog heel veel werk te doen. Maar ik ben eigenlijk al heel blij met hoe het er nu uitziet. Want ik heb nu gewoon een make-up tafeltje daar. Ik heb die rekken hier gewoon staan. Dan heb ik hier nog 2 kastjes en die ik eigenlijk daarnaast wil zetten. Als ik zo kijk op beeld, dan ziet dat er misschien iets rustiger uit.
Dus dat ga ik denk ik nog eventjes veranderen straks. Maar ik had het allemaal niet gefilmd, joh, dit weekend. Ik was zo met mijn hoofd hierop gefocust dat ik dacht van weet je, ik film gewoon als ik klaar ben. Want er is ook niet heel veel interessants aan als ik zoiets ga schilderen. De volgende keer als ik iets ga veranderen, dus dat er echt kasten komen, dan ga ik het uiteraard wel filmen. Maar dit is dus wat ik afgelopen weekend heb gedaan. En ik ben blij. En nu zijn we aan het opruimen, mijn schoonzus en ik. Want daar lag hier heel veel troep en dingen die ik wil uitzoeken. En die ik gewoon weg wil brengen naar een goed doel, weggeven. Maar ook gewoon naar het goed, weet je, dingetjes die weg kunnen die ik niet gebruik. Dus daar zijn we nu eventjes zoet mee. Ik ga alvast avondeten klaarmaken. En dat doen we vandaag weer met de HelloFresh box. Ik heb weer 3 gerechten uitgekozen. Die zitten hier onder in de doos. En zoals jullie weten kan je dus iedere keer gewoon weer zelf kiezen welk gerecht je wil. En dan heb je hier dus op de kaart die je meekrijgt in de doos heb je altijd de gerechten staan voor de week erop. Dus dat vind ik wel altijd heel fijn. Mocht ik dan beslissen om weer een box te bestellen, dan kan ik in ieder geval al kijken wat er op het menu staat. En deze keer heb ik gekozen voor koolrabi stampot met gerookte kip. Aziatische noedelsoep met schelvis. En orzo met geroosterde bloemkool en bimi. En vandaag eet mijn schoonzus bij ons. Dus we gaan deze maken. De Aziatische noedelsoep met schelvis. Want die leek ons wel lekker. En je hebt voor de kerst natuurlijk ook weer 15% korting. En dan kan je dus ook gewoon, als je bijvoorbeeld met de kerst geen zin hebt om losse boodschappen te halen, kan je dus ook een box bestellen. Dat hebben wij vorig jaar ook gedaan. En dat was echt heel erg fijn. Want toen hadden we gewoon voor het aantal personen dat we thuis hadden, hadden we gewoon dus de gerechten in 1 levering. Dus dat scheelt veel tijd, veel gesjouw met boodschappen. En dan heb je alles gewoon dus meteen in huis. Dus dat gaan we misschien ook weer dit jaar met de kerst doen. En ik heb voor jullie ook weer een kortingscode as usual. Die zet ik hier even in het scherm erbij of in de beschrijving hieronder. En dan gaan wij nu dit gerecht klaarmaken. De noedelsoep gaan we bereiden. Dus dat gaan we eventjes fixen. Nou, jullie weten denk ik wel hoe het gaat. Op de achterkant van het recept staat eigenlijk altijd wat je moet doen. Dus ik ga nu gewoon letterlijk al deze stappen volgen. Snijbonen snijden, peen snijden, fruit en bakken, koken en snijden, soep vullen en dan kan je het alweer serveren. Dus dit is, als het goed is, als ik snel ben, binnen 35 minuten max klaar. Dus dat ga ik nu eventjes snel doen. Kijk, mijn resultaat versus het resultaat op de foto. Het ziet er echt super lekker uit. Dus ik ga het lekker met Jenny opeten. Ik ben heel benieuwd naar de smaak. Maar we gaan het ervaren. Waar zijn je tandjes? Nee? Niet interessant? Beetje. Hey. Nou, we hebben net heerlijk gegeten. En Nela die is inmiddels ook weer thuis, zoals jullie net konden zien. Die heb ik zojuist even in bed gestopt. Ze was echt helemaal uitgeteld na de opvang. En ik wilde er eigenlijk in bad stoppen, maar ze had gewoon echt geen energie meer. Dus ik heb haar nu even weggelegd. Ik denk dat ze met een uurtje zoiets weer wakker gaat worden. Want ze wilde net ook geen fles, dus dan zal ze straks ook wel dorst hebben. Dus dan ga ik haar straks gewoon uit bed halen. Lekker even in bad stoppen, een flesje geven. En dan gaat ze weer terug in bed. Dus dat is nog wat ik straks moet gaan doen. Nu ben ik mijn koffer aan het inpakken. En ik weet niet of meerdere moeders dit hebben, maar terwijl ik mijn koffer aan het inpakken ben, krijg ik een soort van schuldgevoel over me heen. Dat is echt niet te omschrijven. En ik denk dat het morgen alleen maar erger wordt wanneer Dwayne en Nela mij gaan afzetten op het vliegveld. Dat ik dan denk van, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Kijk, ik schiet nu gewoon al bijna vol.
toen ze zeg maar echt klein was, toen ging ik 1 dagje naar Berlijn. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar dat was nog wel te doen. Natuurlijk had ik ook vooraf wel zo'n gevoel van, oh, ik ga mijn kind verlaten. Maar nu ga ik echt ver weg van haar zijn. En de bestemming waar ik naartoe ga, dat zien jullie in de volgende vlog. Dat is echt wel, ja, 8 uurtjes ongeveer vliegen. Dus ik vind het pittig. En ik wil er niet te veel over praten, want dan schiet ik helemaal vol. Aan de ene kant heb ik ook wel gewoon heel veel zin in om even weg te gaan. En even weer na 9 maanden tot mezelf te komen of zo. Want ik ben dan echt gewoon 5 dagen zonder haar. Zonder alles om me heen. En even gewoon focussen op wat ik leuk vind daar. En dat is ja, misschien ook wel heel goed even voor me. Omdat ik natuurlijk ook niet echt een momentje voor mezelf heb gehad 9 maanden lang. En dat is toch wel heel belangrijk, denk ik, als moeder zijn. Dat je dat af en toe wel jezelf gunt. Dus het is een beetje een soort van dubbel gevoel wat ik nu heb. Van oké, heel erg pijnlijk en moeilijk gaat het zijn dat ik haar achterlaat. Natuurlijk ook Dween ga ik ook heel erg missen, dat zeker. Maar je eigen kind, gewoon, ja, het is niet te omschrijven. En ik had niet verwacht dat ik dat zo zou ervaren een dag van tevoren. Maar ja, komt goed. Ik ga gewoon verder met mijn spullen inpakken. En straks als ze wakker wordt, hoop ik dat ik er nog even lekker kan knuffelen. En morgen kan ik in de ochtend nog even mijn dingen doen, want ik kom mijn schoonmoeder hier. En dan gaan we in de avond weg. En ik ben natuurlijk wel met mijn manager. Mijn manager is gewoon te leuk, Lisette. Dus ik heb er heel veel zin in dat ik ja, lekker weg ga. Dat wel. Vooral met haar. Dat zou ook wel heel fijn zijn dat, ja, dat ik iemand bij me heb. En niet dat ik in mijn eentje op persreis ga. Want dat zou toch wel heel pittig zijn, denk ik. Dat zou ik denk niet eens aankunnen. Maar samen met Lisette. Dus dat wordt fun. Ik ga eigenlijk alle dagen volgens mij daar vloggen. Dus dat worden leuke, gezellige vakantievlogs. Oh. Oh. Oké. Even mezelf bij elkaar rapen. En inpakken. Er moet heel veel ingepakt worden. Ik heb echt nog steeds niks in mijn koffer zitten. Dus we zijn precies niet verder gekomen dan dit. De koffer leegruimen van de vorige vakantie. Want er zaten letterlijk nog dingen in van onze vorige trip naar Frankrijk. Dus dat ga ik even fixen. Inpakken. En mocht je je trouwens afvragen wat ik op mijn lippen heb. Dit is een kleurtje van MAC. Hij heet Whirl. Ik weet niet of die gaat focussen, maar dat is hoe die eruit ziet. Het is een matte lipstick. En ik heb hem eigenlijk in mijn stash herontdekt. Ik gebruikte hem vroeger heel vaak. Op een gegeven moment niet meer. Want toen had ik gewoon mijn andere favoriete lipsticks. Maar nu is het echt wel weer een favorietje van mij. Dus die gaat ook zeker mee in mijn koffer naar Dubai. Echt, ik vind hem zo mooi. Jij ook? Hey! Kom hier gezellig kijken bij mij. Kom hier gezellig kijken. Dit moet ik natuurlijk ook niet vergeten. Want we zitten lang in het vliegtuig. Ik wil wel lekker kunnen slapen. Anders moet ik tegen Lisette aanleunen. Dat wil ze volgens mij ook niet. Weet je, ik zou zeggen, volg me op Instagram. En dan zien jullie vanzelf wel welke outfits daar voorbij komen. En ik ga even kijken wat ik daar nog heb hangen voor leuks. Dit zijn allemaal winterspullen. Dat is eigenlijk zomer. Oh, die is ook wel leuk. Die heb ik nooit aangehad. Want toen werd het ineens weer heel koud in Nederland. Dat is zo'n suit-achtige pantalon met flared. Is ook wel leuk. Auw. Ik ga even kijken of die meegaat. Liefde is. Liefde gaat door de maag. Liefde is. McDonald's halen voor je vent. Hoe laat is het? 9:45. Wat gaan wij eten? Wat nog mee? Shrimps. Zwanger was een s'nachts voor jou. Klopt. Je had wel echt heel vaak Mac voor me gehaald. Hallo mensen. Ik ben nu niet thuis, zoals jullie kunnen zien. Maar in het buitenland. En ik was net mijn vlog aan het editen. En toen zag ik dat ik hem nog niet had afgesloten. Dus dat doe ik nog even bij deze. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze vlog. En de volgende, eerstvolgende vlog wordt dus een vakantie. Of eigenlijk werktrip vlog. En ik denk dat er in totaal 2 vlogs komen van deze reis. Want ik ben dus nu aan het reizen voor mijn werk. Dus stay tuned. Die komen aankomende week denk ik online. Ik weet nog niet precies welke dagen. Maar dat zal ik jullie nog even laten weten via Instagram. En anders dan zie je het wel verschijnen. Zet even een melding aan. Het belletje kan je aanklikken hieronder. En dan krijg je gewoon een bericht op je telefoon wanneer er een nieuwe video online staat. Dus thanks voor het kijken. En tot snel. Doei.